Hoi, leuk dat je kijkt naar de introductievideo voor de zorg van de honden. Paarden, de ezels en de zwijnen staan allemaal al in de voortuin, zodat de vlakte, het paddockparadijs, helemaal vrij is voor de honden om lekker rond te rennen. We hebben ongeveer 20 tuinen op het achterterrein en nog 10 tuinen op het voorterrein. Dat is vaak quarantaine en VIP. Die doet meestal iemand anders een ervaren hulp. De nieuwe vrijwilligers en stagiaires die worden dan ingewerkt bij de honden. Ongeveer 3-4 dagen heb je constant iemand bij je om te helpen en advies te geven. En daarna kan je het helemaal zelfstandig gaan uitvoeren. We hebben daar de allereerste hondentuin, dat is van Makker & Cola. In de tuin zit ook een waterkraantje, ze hebben een groot nachtverblijf. Er staat eten, de schoonmaakmiddelen staan in de tuin. Dus eigenlijk heb je in elke tuin heb je alles aanwezig. En dat doen we bewust, omdat je dan minder kans hebt op besmetting. Dus als jij sponsjes van tuin naar tuin doet, we hebben natuurlijk ook rescue dieren. En er komen ook dieren van klanten. En die zijn niet altijd helemaal goed ontwormd. Dus we proberen erop te controleren. Het staat ook in het inschrijfformulier, maar dat is dus de reden waarom we alles gescheiden houden. Als een hond ook uit de tuin gaat, dan haal je de hele tuin leeg. Je maakt hem helemaal schoon, helemaal gloren. En dan kunnen de volgende erin. Paarden hadden even een klein onderrondje. Hier zo zien we de tuin van James en zus. Dat is zoals we ze eigenlijk allemaal willen gaan bouwen. Het onderste randje is dan helemaal met stenen gebouwd. Dat als het heel veel gaat regenen, dat niet de platen meteen wegrotten. We hebben de platen er tegenaan, zodat de honden elkaar niet kunnen bijten als ze op de vlakte rennen. En achter het hout hebben we dan nog ijzeren rekken, dat als het hout gaat rotten, dat ze er niet zomaar doorheen kunnen. In elke tuin is het doel om een sluis te hebben, zodat je altijd gewoon rustig naar binnen kan zonder dat er iets gebeurt. Dan gaan we door deze deur. Hou ook echt heel goed in de gaten dat je alle deuren goed dicht houdt. Dus als je hem dicht duwt, duw hem ook echt naar beneden, dat er geen hond tegenaan kan springen. En doe nog even met je hand schudden. Stel dat honden bij elkaar komen, dan kan dat echt aflopen met de dood. Ja, er zitten hier vechthonden, er zitten kleine honden, er zitten getraumatiseerde honden. En als je twee groepen honden zomaar ineens bij elkaar zet, dan kan dat uitlopen op een vechtpartij. En dat kan heel verkeerd aflopen. Dus echt belangrijk dat je heel goed oplet dat als honden de tuin ingaan, dat je kijkt of je al je honden binnen hebt, zodat het altijd veilig is. En als dan de honden goed binnen zijn, de deuren zijn goed dicht, dan ga je naar de volgende. Als de honden losgaan, dan begin je met poep scheppen. Je geeft vers water, je zet de brokjes klaar en je harkt de hele tuin. Als je dan nog tijd hebt, dan kan je wat wanden gaan schrobben of dan kan je al het zaagsel uit de tuin halen. Of uit het huisje halen, helemaal ontsmetten, weer nieuw zaagsel erin. Je kan de tonnen nog even schoonmaken, je kan het voer bijvullen. En wat wij altijd doen is, 's ochtends tel je de tuinen die bezet zijn. Je hebt 5 uur de tijd. Een uur duurt 60 minuten, dat doe je dan keer 5 en dat deel je dan door het aantal tuinen. Dan weet je ongeveer tussen de 20 en de 30 minuten mogen ze dan tuin voor tuin losrennen. Dus je hebt per tuin heb je dan 20 à 30 minuten om alles schoon te maken. Wat Fenn en ik afgelopen week hebben gedaan is ook de wanden schoon knippen. Dus dat de takken en zo die overhangen knippen we er even af, zodat we de hekken goed in de gaten kunnen houden, dat alles nog onder controle is. Want het laatste wat je wilt is natuurlijk dat honden ontsnappen. De grote bakken die zijn altijd voor het drinken en deze kleintjes zijn voor het eten. We hebben dan in elke tuin eentje met schoonmaakmiddelen inderdaad en eentje met voer. In elke ton hoort een fles chloor te zitten, schoonmaakmiddel, een borstel en een spons. Dus hier ontbreekt het chloor. Dus die kunnen we dan aanvullen. Als het op is, stuur je even een appje naar mij. En dan zorgen wij dat het weer wordt aangevuld. En hier zo staat dan een ton met voer. En die kan je dan vullen. Dus als er bijzonderheden zijn, dan staat het er ook op. Bijvoorbeeld deze honden krijgen druppels. Die meng je dan door het voer. En dit is hun bedje. Elke dag doe je het bedje even schoon, maar recht trekken. Dat er geen dode hagedissen in liggen of een duifje die ze gevangen hebben of wat dan ook. Dat gaat vreselijk stinken als je dat laat liggen. En het moet natuurlijk ook schoon en fris zijn. Je loopt altijd even een rondje langs de hekwerken of alles nog stevig en goed is. Dat er nergens een gat in zit. En je houdt natuurlijk heel goed de honden in de gaten.
Dat de oren, ogen, geen verwondingen, dat ze fit zijn, dat ze normaal ademen. Dus daar echt goed op gezondheid letten. We beginnen elke ochtend met een checkronde. Dus degene die de honden verzorgt, die doet de honden checken. Dus die gaat alle tuinen na of alle honden gezond zijn. En degene die de paarden doet, die doet alle paarden, ezels en de zwijnen in de voortuin, zodat daarna de honden los kunnen. Dat duurt ongeveer alle 2-10 minuutjes. Dus je bent ongeveer om 7:10 is de vlakte leeg, staat alles voor en kunnen de honden tuin voor tuin los. We houden ook echt een routine aan, dus we beginnen daar zo in die tuin. En dan draaien we hem helemaal zo rond en dan pak je alle tuinen. Het is niet de bedoeling dat je tussentijds ook aan het rondlopen bent. Met deuren open en dicht doen. Dus je doet echt honden los, honden verzorgen, de tuin helemaal klaarmaken, het eten klaarzetten. Je doet de deur dicht en eigenlijk doe je die deur niet meer open. Totdat je weer de checkronde hebt om 12 uur. Want dan zorg je dat het veilig blijft. Want als je tussendoor als honden op de vlakte loopt, je gaat nog deuren in en uit. De kans dat honden dan toch weer bij elkaar komen is aanwezig. Dus daarom hebben we echt heel duidelijk die routine. Sommige honden springen en klimmen. En daarom hebben we ook sommige tuinen helemaal overdekt met gaas. Zodat ze er ook echt niet uit kunnen. Als honden eigen spullen meenemen, dan hebben we een extra ton in de tuin staan. En daar doen we dekentjes, speelgoedjes, briemen, dat soort dingen in. Doe nooit riemen bij het voerton. Omdat voer is altijd heel vet en dan worden de riemen ook heel vet. Dus hou speelgoed, dekentjes en dat soort dingen allemaal in een aparte ton. En je hebt een ton met voer. Als je medicatie hebt, doe je de medicatie doe je bovenop in het voer. Zodat degene die gaat voeren ook direct de medicatie ziet. En je doet met een stickertje, schrijf je op de ton welke medicatie. En of het in de ochtend of in de middag is, of soms 2 keer per dag. We beginnen elke ochtend om 7:10. Dus iedereen staat om 7:10 voor de poort. Tamara doet de poort open, of een vervanger van Tamara. En dan worden alle auto's geparkeerd. Zorg dat je ver genoeg helemaal naar voren rijdt op de oprit. Zodat als er meerdere auto's komen, dat daar ook ruimte voor is. En niet dat je hem helemaal middenin ergens op een plek zet. Als je dat hebt gedaan, dan beginnen we om 7:00. Dus degene die de honden zorgt, die doet de checkronde. Degene die de paarden zorgt, zorgt dat alles naar voren gaat. En je bent om 12:00 klaar. Om 9:00 heb je een kwartier pauze. Dus dan kan je even een broodje eten, wat drinken. Maar drink tussen het werk ook heel goed. Dat is heel belangrijk. Het is hier 30 graden. Vaak kom je uit Nederland, ben je niet gewend aan de zon, dus zorg dat je blijft hydrateren en dat je ook iets binnenkrijgt, zodat je de energie blijft houden om voor de dieren te kunnen zorgen. Hou focus, ben alert. Als je ziet dat honden naar elkaar aan het happen zijn of zo, trek meteen aan de bel, geef het aan. En wat ook heel belangrijk is, is dat je als je honden wisselt, dat je de tussendeuren allemaal dicht houdt. Vooral ook bij de paardenstallen laten mensen soms die paardenstallen open en dan gaan die honden tegen elkaar. Dus hou de staldeuren ook altijd dicht. Hou heel goed rekening met veiligheid. We hebben een hele grote verantwoordelijkheid met dieren die hier via klanten in het hotel verblijven. Dat is ook een inkomstenbron voor de stichting. Dus heel belangrijk dat we goed voor ze zorgen, maar dat natuurlijk ook voor de rescuehondjes. Dus het is een hele verantwoordelijke job. Heel veel plezier met je stage of vrijwilligersperiode. Heb jij je nog niet aangemeld, dan kan dat op onze website op de pagina over ons. En daar kan je je aanmelden als teamlid. Er staan ook alle vacatures vrij. We zoeken ook langtermijn mensen en die kunnen ook een vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden. Dus bedankt voor het kijken. Tot gauw!